van stevige rockmuziek. Naast Pearl Jam en live luistert Bosveld ook graag naar de nu nog onbekende band The Cougars. Deze formatie uit Barendrecht heeft net een cd op de markt gebracht. Op het moment dat jij niet traint, dan relax jij, dan luister je naar muziek, want je bent een muziekliefhebber. Hoe is wat muziek smaken die jij hebt? Over het algemeen is het een beetje Pearl Jam, Live, Creed, Metallica. Een beetje van dat soort muziek. Ik mis de standaard Nederlandse teamopmerkingen, R&B en René Vroeger. Ja, die luisteren gewoon meer als de buren die draaien. Ik heb wel een brede smaak, maar dat is toch wel meer wat eigenlijk mijn voorkeur heeft. Een bandje uit Barendrecht. De Cougars, zeg het maar. Ik woon in Barendrecht, af en toe in een café als dat mag en kan. En daar treden ze regelmatig op. Alleen iedere keer als ik de dag erna moet spelen, zal het een beetje een gek gezicht zijn als ik daar dan tussen zou lopen. Ik heb in ieder geval nou cd gekocht. Maar het is lekkere muziek en ik heb meer jongens cd gegeven. De meesten zijn wel enthousiast en het klinkt heel goed. Maar ik zit nog steeds te wachten dat ik een keer er live bij kan zijn. Moet jij eens even kijken. We zijn de drie uit Barendrecht, dat is Nico, Maurice en ik, Tudor, Heelsdam, Misha, Rotterdam, Peter, Rotterdam. En wat doet hij voor de band? Veel dingen, veel promotiewerk. Stukjes in de krant, Sportweek heeft hij een keer iets laten schrijven over ons. Omdat hij toch een prominent figuur is, is heel belangrijk toch wel. Hebben jullie nog contact met hem gehad deze dagen? Monique, zijn vrouw, die heeft gezorgd dat we dus in de Kuip destijds mochten meemaken. Nederland-Denemarken. En hoe gaat dat met hem nu? Ja, hij vindt het wel erg jammer natuurlijk dat hij nog steeds niet mag spelen natuurlijk. Ja, ik heb er wel zin in om een keer mee te doen, ja. Dus Frank, spelen. Moet spelen. Ja, Paul, ik vind het te gek dat je dit doet voor ons. Ik hoop dat je dan wat speelminuut krijgt. Dan moet er snel mogelijk worden. Voetballen, want dat heeft hij wel verdiend eigenlijk wel. Ik hoop je binnenkort snel weer te zien. Ik hoop dat een keertje bij ons hier in de oefenruimte kon kijken met zijn vrouw s'avonds. Ik heb begrepen dat jij ook wilde leren spelen. Hierbij nodig ik dan ook gelijk een keertje uit. Als we optreden, dan hoor je altijd spelen. Nou Paul, nou jij. Spelen! Ja, dat is hartstikke leuk joh. Heb ik ze toch een keer live gezien. Wat zijn de kwaliteiten van de Cougars? Ik bedoel, als je draait moet je gewoon aanspreken. En ik heb hem nu al bijna grijs gedraaid. Het is tijd voor een nieuwe, want het begint wel te kraken. Ik draai me heel veel. Het is gewoon leuk als je een beetje mee kan loeien als je een keer gaat kijken. Dus, maar het bevalt heel goed. En dan hoop je gewoon dat de jongens een kans krijgen om het uit te bouwen en misschien de stap te maken. De Cougars slepen Paul Bosveld door Hoenderloo heen. Ja, dat is in ieder geval een ondersteuning.